Yo mensen van mijn kanaal, dit ben ik terug met een nieuwe video. En het is een vlog en ik schiet nu heel erg op, omdat we op vakantie gaan. En waarschijnlijk komt er iedere dag een vlog video ding. Dus waarschijnlijk komt er iedere dag zo eentje. Maar als dat niet zo is, dan ja, niet zeg daar bij me. Nee, dan gewoon, ja, iets. We hebben snel wat spullen ingepakt. En geloof het of niet, maar deze twee koffers zijn de handbagage. En deze twee tassen. Deze. En die daar. Dat is de gewone bagage. En ja, we gaan nu naar opa en oma bij mij. Van mijn vaders kant. Want die wonen super dicht bij Schiphol. En dan kunnen we zo in één keer, vloeps, kunnen we er naartoe. Dus ik zie jullie daar. We staan nu voor het gebouw. Heel mooi gebouwtje. En we gaan nu naar binnen. Ja, dat was een heel kort stukje net van toen we bij mijn opa en oma waren. Maar ja, YOLO. Nu staan we gewoon op fucking Schiphol. Ja hoor. We trekken dipper aan poepen te kap. 2 of zo. En we gaan zo inchecken, denk ik. Mijn vader die gaat bijna iedere week met het vliegtuig. Wordt wel weer terugbetaald door werk en shit. Hij weet hier veel meer van dan ik. Laat dat zo duidelijk zijn. Dus ja, zie ik jullie zo. Doei. We lopen nu door een soort van rare poortjes ding. Hier met allemaal touw shit. Zometeen moeten we hier ergens in gaan checken. Als we niet net al ingecheckt hebben. Er zit nu ook zo'n heel mooi dingetje op onze handbagage. Hier. Zo'n oranje dingetje. En ja, nu worden de papieren of zo gepakt. Denk ik. Nu gaan we inchecken. Mijn vader is letterlijk al 100 keer gegaan. En dan overdrijf ik niet. Hij moet van werk echt super veel weg. Dus, ja. Wat is dat? Dat is iets. Maar, ja, ik wacht even tot we gaan inchecken. En dan zie ik jullie weer. We zijn er nu doorheen. En we gaan nu even wat vinden om te eten. En ik hou hem heel dicht bij me. Want anders hoor je me nu al niet, denk ik. En bij het vliegtuig kan ik echt al amper vloggen. Want daar hoor je me gewoon echt niet. Dus dat is alvast een waarschuwing. Maar we willen even een patatje halen. Maar gaan we naar de Burger King? Ja. Oké. Okay. Burger. Burger. Yay. Zit het jou vier in? Wat? Oh ja. Ik zie jullie als we de patatjes hebben. We hebben het eten en daarvoor gaan we lekker smullen. Gewoon dat. Dus dat zo. Oké. Ik ben. Je hoort het gewoon al bijna niet door dit ding naast me waar ik op loop. We lopen op een band. En ja, we gaan nu een beetje naar het vliegtuig. Je hebt alleen maar korte stukjes gezien, ik weet het. Dat is best wel hoog. Dat is best wel pauper. Maar nu ga je meer lange stukjes zien, zeg maar. En oké, we zijn nu op weg naar het vliegveld. Naar de shit, ding, alles. Wat? Weet ik, D nog wat. Ik ga ook naar de D in voetbal. Okay. Hele mooie hoofdkussens. Misschien kunnen we die meenemen. Maar in ieder geval, wij gaan even er naartoe. Je hebt hele korte stukjes gezien, weet ik. Dat kwam gewoon omdat er was niet zoveel interessants om te vloggen. Eigenlijk. En die valt even, sorry. Maar
gaan nu naar het vliegtuig. En gaan we instappen en gaan we heel mooi vliegen. De abelibak blij. Dus moeten we even een klein stukje vliegtuig vinden. Want ik zie nog niks van een vliegtuig. Een soort van groot kantoor is dit. Helemaal. Zoom in op mijn vaders gezicht. Oké. Okay. Oh ja! Oh nee, dan moet je euro's betalen. Oh, dat is zo'n massageding. Dat is vet. Oh, dat is weer jammer. Nou, D53, hè? D53? Oké. Dat is wel gaaf, want volgens mij kunnen we dan, zitten we dan vlakbij de opstijgbaan. Oh, waarschijnlijk, zegt mijn vader, zitten we vlakbij de opstijgbaan. En weet ik veel wat het is, maar hopelijk wordt het vet. Kun je de vliegtuig zien opstijgen? Oh ja, dat kunnen we zien opstijgen. Lijkt me ook wel logisch eigenlijk. Maar ja, we wachten even en dan zien we jullie bij het vliegtuig. Hoi! Er is nu een soort van stang aangesloten. En dan gaan we straks boarden. Dus het vliegtuig in. En ik vind dat altijd super vet. Door zo'n ding heen. Dus dat gaat nog wel wat worden. Dus nu wachten we. Inzoomen op gezicht, man. Ja. Ik weet niet wanneer we mogen, maar ik hoop dat we snel. Oh, ik val even. Maar ik hoop wel dat we snel mogen. Kom op. Oh, volgens mij zijn ze nu net. Gaan ze nu beginnen? Ja, kijk, die mevrouw is lekker bezig. Dus nog even wachten. Ik ga langzaam dichterbij. Weer een paar stapjes naar voren. Ho. We hebben ook wat gehaald. Water, M&M's, Snickers en een Twix. Snickers niet. Zei je? Maar eentje. Oh, geen Snickers. Ik dacht dat we Snickers hadden. Of Twix, één van twee. Volgens mij hebben we Twix. Zal ik het ding daar neerzetten? We mogen. Jee, we mogen! Party. We mogen. Oké, we mogen. Dit is de gaten. De gate-ding. Dus hier moeten we gewoon uiteindelijk naartoe. Maar pap, hoe lang duurt het nog voordat we naar binnen mogen? Een paar minuutjes. Ja. Shit, ik dacht dat we gelijk al mochten. Maar na die paar minuutjes komen we weer hier terug. We zitten nu in de tunnel. Hele mooie tunnel. En we zijn op weg naar het vliegtuig. Joepie, hey. Blij gezicht. Kijk, daar is de deur. Deur, yeah. Schrik, ik ben dood. Maar we gaan nu naar binnen. Goedenavond. 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Holy shit, hier zit echt weinig leven. Ja, je moet aan de andere kant. Oh, moet ik hier? Oh. Hier, oké. Okay. Nu al. Oké, ik ga als het lukt nog wat beelden van de vliegreis maken. Als het lukt. Dus tot zo waarschijnlijk. We zijn nu aan het opstijgen. Het gaat steeds hoger, ziet het niet heel goed, maar ja. Op de terugweg zie je het waarschijnlijk beter. Dus dat. Oké, we zijn nu 3,5 uur verder, zoiets. Het is best laag. Misschien kan je het zien. Ik voel helemaal, ik hoor amper dingen. En zometeen gaan we landen. Dan zijn we op de luchthaven van Antalya. Wat? Antalya toch? Of niet? Dan zijn we op de luchthaven van Antalya. En dan moeten we nog even met de bus naar onze bestemming. Wat? Hoe lang was het ook weer rijden naar onze bestemming? Uurtje. Oké, uurtje. Dat is wel chill. Mensen, niet dat het zo lang duurt, maar... hoe laat is het ook weer? Oké. 5:30 Nederlands tijd. Nou, in Nederland is het nu 10:55. En hier is het nu 10:55, toch? Denk het wel. Oh. Mogelijk mijn riem los. Zo, jezus. Oké. Maar, holy shit, ik hoor het echt niet. Ik doe steeds zo. Zodat ik weer wat kan horen. Want ik hoor echt amper wat. Maar zometeen gaan we landen. En we zijn nu ook al in Turkije, maar dan staan we ook echt op de grond in Turkije. Dames en heren, jongens, meisjes, we naderen nu echt de luchthaven van Casibasa. Wilt u alsjeblieft het tafeltje voor u inklappen, de rugleuning van uw stoel rechtop zetten en controleren of uw stoel in en die van uw kinderen goed is vastgemaakt. Oké. Nou, dus Nederlandse tijd 11:05. Dat betekent een uurtje later hier in Turkije, dus 11:55. Oh, 11:55. En dan 10:55 zijn we bij het hotel. En zo ga ik ook even mijn moeder bellen om te laten weten dat we zijn aangekomen. En dan is het helemaal leuk. Ik ga nu nog even de landing filmen voor zover dat lukt. Dus ik switch even van beeld en dan komt alles helemaal goed. Kijk, hierboven zie je zo'n tekentje. Dat je dan je gordel weer vast moet doen. Ik heb het ook heel mooi, heb ik het aan. En zometeen zien we misschien de landingsbaan. Dan gaan lichten hier uit, allemaal. En ik hoor nog steeds gewoon amper wat. Wat? We vliegen nu langs de kust, zie je dat? Daar is de kust. Oh ja, we vliegen langs de kust. Dus dat wordt ook nog wat. Nu wachten op dat we de landing kunnen zien. Hoe lang duurt het nog zo ongeveer? Ja, binnen 10 minuten moeten we nu landen. Oké, binnen 10 minuten. Dus als we de landing kunnen zien, dan ga ik zo door de gang gaan filmen. En dan hopelijk kunnen jullie het zien. Dus tot zo. Schrijft u nu op? Ja, dit is volgens mij een stukje van het land. Ja, hoe zijn we? Ja, daar. Ja, ik heb een beetje kijken. Ja. Zijn nu aan het opnemen? Ja. Dit is wel vet. Een berg? Ja. Kijk. Dat is de stad. Rijf Gelmetje. Gelmetje. Heb je niet meer als een Gelmetje?
çıkarken o da çıkıyordu. He? Biz çıkarken o da çıkıyordu. Öyle mi evden? Evet. Bizden bir mi çıktı evet. Demek? Evet. Vay be. Ik zie nu echt niks, dus ik stop hem even. We zijn nu uit het vliegtuig. Oh. We gaan zo door de douane heen. En we zijn in Antalya. Maar waar gaan we nou naartoe? Hotel de Potipotet? White City Resort. White City Hotel Resort. Nee, Hotel White City. Hotel White City Resort. Oké. Okay. Hier is het vliegtuig. Daar. Doei vliegtuig. Waarschijnlijk, want we zijn nu om 11:30. Of? Wat? 11:30 toch? Nee, in Nederland is het 10:30. Hier is het 11:30. Oké, in Nederland is het 10:30. En hier 11:30. En waarschijnlijk gaan we ook om deze tijd. Gaan we over een weekje weer terug. Dus... ja, dat wordt. Laat. We gaan nu door de douane heen. We hebben hier een soort van gebouwding. Daar kunnen we ook onze bagage ophalen. Die hele grote tassen. En moeten we ook Turks gaan spreken dan? Nee. Of kunnen we dat kunnen we zeggen, ook niet, dus dat. Kunnen we ook zeggen van hey Henkie, kom eens hier, ik wil een holdok of zo? Nee. Oh. Dat gaat hem niet worden. Ja, de taal gaat nog moeilijk worden. En mijn vader zei dat we iedere dag Turkse pizza zouden krijgen. Ja, het zijn Turkse pannenkoeken heet ze hier. Oh, Turkse pannenkoeken heten ze hier. En je ziet er nu echt heel onscherp. Dat komt omdat er echt poeplicht op staat. Dus, we gaan nu naar binnen. Misschien is het nu beter licht. Ja, wel wat beter. Waarom houdt de douane er niet van dan? Als ze gefilmd worden. Kop, laat even door. Dat is even voor mijn oren. Oké, ik moet nu even weg. Ik moet even helpen met de papieren. En de douane vinden het niet zo leuk. Volgens mij, volgens mijn vader. Dus dat is ook. We wachten nu hier op de bagage. En dat zijn twee hele grote tassen. Dus als er één grote tas uitkomt, dan weten we dat het goed zit. En als er een tweede uitkomt, weten we ook dat het goed zit. Dus we zijn nu in Turkije. En ik moet denk ik heel erg gaan wennen aan cultuur en dat soort shit. Andere taal, dat soort dingen. Oh, ik dacht even dat er een tas uit was gekomen. Ik ga even wat dichterbij. Zo. Hier ben ik. En nu horen de tassen er gewoon uit te komen. Come on. Ja, ik start de vlog wel weer als ze komen. Dus tot zo. Oké, we zijn er nu. Bij het hotel. Zo'n, wel 2 uur verder bijna. Na heel lang in de bus gezeten te hebben, moeten we nu opstaan en onze dingen pakken. Als we onze evenwicht kunnen behouden. Holy shit. Hij rijdt ook echt helemaal verder naar het hotel zelf. Ik dacht dat we nog 2 kilometer moeten lopen.
Oké, White City Resort ding. Oh, mijn vader heeft de koffers. We wachten. Oh, we kunnen. Dan moeten we er hier uit. Ja, ga je vast. Zo. Oké, ik ben buiten. Mijn vader nu ook. White City Resort Hotel. Yeah, we zijn er. Is ze nou hier? Dus, Kees? Waar? Oh. Nee, dat is dan. Nou, je ziet nu de hele poepkwaliteit, want we hebben echt niet goed licht. Het eerste wat we gaan doen als we bij onze kamers zijn, gelijk op het bed springen. Dat willen we gaan doen. En kijk dan naar het hotel, want dat ligt op in allemaal kleuren. Dat is zo vet. Oh, ik heb echt medelijden met hun. Zij moeten echt zoveel dragen. Hè? Oh, hij komt achter ons aan met onze bagage. Maar jongen, ik heb echt medelijden met hun. Ze moeten alleen maar zware bagage dragen. Holy shit, het is lekker stil. Vette receptieding. En morgen gaan we in de zwembaden met glijbaan, dat soort dingen. En dan heb ik ook echt tijd om ze goed te editen. Nu was het gewoon alleen maar reizen. Holy shit. Deze is pittig vet. Ga ik even een beetje. En hier. Mooie lamp. Zometeen nog naar ons kamertje. Oh, Lizet. Nou. Hier staan onze koffers nog. En hopelijk valt mijn telefoon nu niet uit, want ik vlog dit even met mijn telefoon. Omdat, ja. Dit, dat, bad. En ja, we moeten nu alleen nog even inchecken en dan zijn we helemaal klaar. Dus tot zo. Oké, jongens, de episode. Dit is onze kamer. Ja hoor. We hebben op het bed gesprongen, maar dat was ik even vergeten te vloggen. En ik vind alles hele... Hoi. Ik vind alles echt episch. En ja hoor, we hebben ingecheckt. Ik sta nu helemaal boven. Dit is echt een ellenlange gang. Die gaat echt super hard door. Ik laat morgen wel de lobby en zo zien. En hier, we hebben kamer 4027. Hier hebben we een paar lichtjes. Hele mooie lichtjes. Zo, badkamertje. Hoi. Hier hebben we een geweer. Kunnen we lekker mee knallen. En shop natuurlijk. Hier. Ik weet niet hoe het moet, maar het moet met iets. En hier komen we in de douche. Douchekop. Hebben we hier shampoo Dewinski. Ja. En, oh shit, douchegel. Even.
Oh, dit water wordt een beetje lauw. Dat voelt wel lekker. Hier is een mooi wc'tje. Wc-papier. Mooi kassie met de kluis vol drugsgeld. Nee, okay. En we hebben ook nog een minibar. En het beste komt echt straks. Tenminste, wat ik echt super vet vind. En ook een van mijn dromen met een hotel die er sowieso in moet zitten. Maar eerst een minibar. Sierma, een soort van gewoon water. Pepsi. Volgens mij iets van 7-Up of zelfs Sprite. Maar dat heet Siva. En Yidugun. En dit is gewoon sinaas. En nu, dit is echt een van mijn dromen in de hotelwereld. Room service. Ja, morgen ga ik echt super veel room service bestellen. Gewoon dikke pizza's, friet, alles. En nu, hiervoor ga ik speciaal van beeld wisselen. Maar ja hoor, ik sta op het balkon. Super episch. Paap. En ik ga van beeld switchen. En dan zien jullie het wel. Kijk jongen, dit is gewoon... Dit is helemaal mooi. Helemaal poetievol. Maar kijk dan, wat een zwembad. En daarnaast staan nog bananen. Glijbanen. Maar die zie je echt niet. Nu al het zo donker is. We hebben trouwens ook nog een mooi tv'tje. En hallo. We moeten nog wat shit uitpakken. En morgen gaan we natuurlijk ook met de GoPro. Oh, wacht. Is de koptelefoon... Oh, nee. Ik dacht dat de koptelefoon even kapot was. De GoPro, daar gaan we ook... gaan we ook lekker mee filmen. Nou, dit is een hele mooie kamer. Zo, poetievol bedje. 2 persoons en daar nog een 1 persoons. En dit is helemaal poetievol. Dus ik ga slapen. En dan abonneren, reageren, like met je plan, alles, liedjes. En zie ik jullie de volgende keer. Doei! En trouwens, er zitten geen intro en outro's bij. Maar dat komt omdat ik niet met mijn computer kon editen. Dus, ja. Maar in ieder geval, zeg doei! Doei!